Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij gaan heel eventjes brokjes halen voor Joef. En ik moet een paar kleine dingetjes hebben bij de winkel. Jordi zit lekker te spelen. En Niam, die zit ook. Gaan we lopen? We gaan lopen. Wij zijn weer terug van de winkel. Ik heb de kindjes even gauw fruit gegeven. En ze zitten nu even een filmpje te kijken. Hebben gedronken, gegeten, alles. Dadelijk even een boterhammetje nog. En ik heb dus brokjes gehaald voor Joef. En ik heb ook gelijk eventjes een paar botten gehaald. En één bot waar Joef nou mee bezig is, is hij heel blij mee. Joefie, ben je blij met je bot? Ja, is het jouw bot, hè? Is jouw botje, hè? Is hij heel blij mee. Ja, is jouw bot. Is het van Joefie? Waar wij wel achter zijn gekomen is dat als Joef geen bot heeft om te kauwen, wordt ze zo vervelend als de pest. Dus wij zorgen dat we zoveel mogelijk botten in huis hebben, zodat ze lekker haar ding kan doen. Ze heeft ook wel wat beweging hoor, want ze rent regelmatig rond in de tuin en dat soort dingen allemaal. En Niels gaat 's avonds eigenlijk heel vaak met haar wandelen. Dus ja, maar ze heeft gewoon het kauwgedrag heeft ze gewoon heel erg nodig. Om niet aan mijn spullen of aan de spullen van de kinderen te gaan. En daar beloon ik haar ook in. Als zij gewoon haar botje kauwt en alles en zo. Dat is gewoon minder vervelend. Dus ja, dan heb ik liever dat ze haar botje kauwt. Ze wordt er ook niet ziek van. Ik gebruik ook geen gebleekte bot of zo. Dus ja, ze is er gewoon hartstikke blij mee met haar botjes. Dus ze heeft nou dan een bot en ik heb er nog een paar meer gehaald. Dus ja, hartstikke fijn. Deze kleine vent is alweer wakker. Hij was allemaal aan het schreeuwen en hij wilde niet meer slapen. Maar ik denk dat hij zijn hoofd gestoten heeft, want hij is hier helemaal rood. Ik denk dat hij iets gedaan heeft. Hè? Nou is hij weer vrolijk. Ja, nou ben jij weer vrolijk, hè? Maar Liam doet nooit huilen. Nee, hij doet alleen een beetje zeuren. Dus mama schrok een beetje, die dacht echt dat er iets was. Ja, was waarschijnlijk ook, maar hij huilt nooit. Dus ik dacht van, dat weet ik ook niet. Maar hij was echt heel erg verdrietig. Tranen met tuiten. Oh. Met Mickey aan het knuffelen. En mama aan het vervelen. Ja. Het is een lekker stukje, hè. Ja, zijn mama's ventje, hè? En je grote broer lekker slaapje doen. Ja, ja. Hij zegt poepie, poepie, poepie. Oh, lekker knuffelen met jou. Mickey doet graag knuffelen met jou. Zit je daar lekker? Ben je lekker in het tentje gekropen? Ja, schatje, betotje. Ja, is het fijn? Ja. Oh, wat fijn. Dat is fijn, hè? Lekker in het tentje. Ja. Ja. Vind je leuk? Volgens mij wel, hè? Is het leuk, hè? Lekker alles ontdekken. Ja. Ja.
Ra ra ra, wie is er thuis? Joep. Hoe was het werken, jongen? Lange dag? Ja. Nou, het ging allemaal goed. Oké. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ja, want jij kan mij daar helpen. Nee, niet aan. Kindjes die heb ik naar bed gebracht en daarna heb ik eten voor morgen gemaakt. Want mijn ouders komen morgen en dan heb ik dat allemaal al gedaan. Dan ga ik dadelijk hier nu eventjes opruimen en stofzuigen en dweilen. Morgenochtend weer fysio. Oh, trouwens, ik doe ook nou gelijk eventjes de dag afsluiten. Dus nadat ik dat heb gedaan, dan gaat meneertje en mevrouwtje slapen. Een hele goede morgen. Jordi is lekker zijn flesje aan het drinken. Liam heb ik zijn fles hier klaarstaan. Als Jordi daar klaar is, dan kan ik Liam gelijk doen. En vandaag hadden we eigenlijk fysio, maar die is helaas afgezegd. Omdat haar dochtertje heel erg ziek is. En ja, ik snap dat ook wel. Als je kind ziek is, dan wil je daar ook gewoon bij zitten. Dus ze ging er ook even mee naar de huisarts, heb ik begrepen. Dus ja, ja, kindje ziek is nooit fijn. En ja, dus vandaag geen fysio. Dus, maar straks komen de opa en oma van Jordi. Dus dan kunnen we dan even oefenen waarschijnlijk. En wat doe je als de fysio niet doorgaat? Heb je eigenlijk tijd over. Dus ik ben mijn was maar gaan halen en op gaan vouwen. Ik heb nog was aanstaan. En ik blijf gewoon lekker doorwassen. Iedere keer ook opvouwen, komt er bij de stapel bij. En dan kan Niels straks lekker allemaal naar boven brengen. Hey, Joef, die vindt het wel heel interessant. Uh-oh. Joef? Nee. Sokken, daar wacht ik nog even mee. Want dan kan ik straks alles in één keer doen wat sokken betreft. En dan is alles in één keer klaar. En deze kleine vent, die ligt lekker te spelen. En deze grote kleine vent, ligt lekker ook te spelen, hè? Nou, eigenlijk bij Jordi, maar dat doen we nog heel even niet. Hij hoeft dus ook gewoon te spelen met hem. Gezellig. Als ik er nou bij ga staan, dan laat hij niet zien wat ik wilde laten zien. Maar hij zit gewoon al echt gewoon vrijwel zelfstandig. Jordi is filmpje aan het kijken. Ze hebben net fruitje gehad. Of ja, net. Meer dan een uur geleden. En ik ga daar brood geven. En Liam verveelde zichzelf. Hij is zo aan het ontdekken. Hij doet echt zo goed zitten. Precies zoals het gewoon moet. Wat we bij Jordi hebben aan moeten leren, is hij gewoon echt uit zichzelf. Mama! Dat ben ik! Zo goed. Liam die ligt lekker te slapen. Die snurkt een eind weg. Heel bos snurkt hij om. Jordi kreeg lekker zijn flesje. Hé hey, jongen. Ja. Hij is in een ondeugende bij. En hij zit net scheten te laten. En hij gaat helemaal stuk van zichzelf dat hij scheten laat. Ik ben er alleen maar blij mee dat hij dat doet, hoor. Ah ja. Even Jordi's flesje laten drinken. En dan dadelijk lekker bedje in. Als hij maar een schone kont heeft. Dus het kan zijn dat ik die dadelijk nog moet doen, hè, jongen? En ondertussen is hij met zijn hand aan het zoeken om iets vast te pakken van mama. Het is gewoon zo. En ik ben ondertussen natuurlijk met mijn was bezig. Ook dat nog. Mijn ouders komen er zo aan. Die zijn onderweg. En Liam en Jordi zijn allebei wakker. En ze hebben allebei al een fles gehad. Drinken en alles. En Jordi is nu lekker aan het genieten van zijn ruimte. Waarheen?
iets lekkers liggen. Joef zit heel even in haar bench, want die had het helemaal gemunt op Jordi. En die liet hem ook niet met rust, dus ik heb ook gezegd van, je gaat je bench maar even in. Jordi heeft gewoon nog meer recht dan jou om hier rond te lopen op die manier. Dus ja, in ieder geval, ik ga wachten op mijn ouders en genieten van wat de kindjes allemaal aan het doen zijn. Zoals jullie zagen, had ik lekker eten gemaakt. En hebben we gegeten, hè papa? Ja, het was lekker. Ja. Mijn ouders die zijn op visite geweest en die zijn alweer naar huis. Jan ligt lekker te tukken bij papi, die gaat zo naar bed. En dan is die grote vent aan de beurt. En die kent die ook naar bed. Lekker rustig. Ja. Dan ga ik zo even de vaatwasser uitruimen en inruimen, dat hij weer aan kan. En dan is het alweer tijd... dat we niet veel meer doen. Hier is Buffy. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En we gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.